new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. In my head about where it went wrong, and I've got no idea where you've been, who you are, not anymore. All I got is this Polaroid picture of us from June 24th. It's where I kissed you for the first time, laid on your sheets. You gave me your heart and said you trusted with me, but all I did was let you down time and time again. It wasn't my intention. Maybe we should have been friends. So you're someone I used to know, but nobody said it'd be easy. But maybe I should have known. One more drink to swallow it down. I gotta get you out of my mind. But nobody said it was easy. Maybe I should have known. I've been out till late, shifting beds, trying to kill the image of you. Got a million stupid reasons not to call. It's just that I want to. Do you remember how we pulled the drapes in the basement to get away from the world that we couldn't fit in? And how we used to walk those empty streets at night in the city lights. Is where I saw you for the last time. Said our goodbyes, sat in the car. You saw the pain in my eyes, but I just couldn't let you down. Goedemiddag. We zijn minicamping Koningsveld. Dat is vlakbij de A12. En die hoor je denk ik wel. Vind ik een beetje jammer, maar goed, het is niet anders. En het is prachtig weer, hè? Maar je zet er niet op. Zo. Het is prachtig weer. Goedemiddag. Dus we gaan. Het is 16 graden of zo. Dus ja, het is echt onwijs. Dat hadden we niet verwacht toen wij deze plannen maakten voor dit weekend. Maar perfect. We gaan straks even wandelen. We zitten nu nog even aan de koffie. En dan zien jullie ons weer. Tot zo. Hoi. Zo, we gaan even de omgeving verkennen. En het is een minicamping Koningsveld. Dat ligt onder het gebied van de Planken Wambuis. Dus als je verder rijdt, dan kom je in Arnhem terecht. Het zit eigenlijk een beetje tussen Arnhem en Ede in. Wel een bijzonder terrein, moet ik zeggen. Dit is een beetje een soort trekkersveld of zo. En waar wij staan, zijn het caravans en campers door elkaar heen. Hier kun je ook kleine stukjes lopen, maar dan loop je eigenlijk de verkeerde kant op. Dus we moeten richting bos. Maar het is vogelrijk, er wordt flink op de dag gefloten hier. Hartstikke gezellig. Kijk, dit is een beetje jammer van die A12. Ja. Ik had verwacht dat het iets minder zou zijn, maar nou ja, goed, het is zo. Je moet dan bedenken dat het de zee is, zeg maar, dat je de golven hoort. Dat is het goed.
Ja. Ja, het is 17 graden. Wie had dat gedacht? Heb je al verteld dat de minicamping gerund wordt door verstandelijk gehandicapten? Mensen met een beperking? Ja. Oké. Okay. Nee, had ik nog niet verteld. Nee, het is wel goed dat ik het zeg. Want dat zit hier aan ingesloten. Zit hier allemaal woongroepen en begeleid. Ja, er zit hier van alles wat. Ja, het is hier helemaal echt van alles. Allemaal een gemeenschap met waar extra zorg voor nodig is. En het is mooi dat hun dan gewoon die camping ook een beetje beheren. Ja, het is alleen jammer dat je ze dan niet ziet als je eraan komt, zeg maar. Nee. Weet je, het is mooi weer. Dan denk ik, waarom zitten ze dan niet lekker even bij de receptie? Ja, geen idee. Ja, maar het ging heel makkelijk. We hadden toevallig wel gereserveerd. En we konden, stonden aangekondigd, konden gewoon zo op het plekje rijden. Ja, ja, precies. Met de bank geld overmaken. Helemaal makkelijk. Wel ja, we redden ons wel, hè. Dit is op een paar honderd meter van waar we staan. We waren wel benieuwd hoe dat er nou eens uitziet, want we zijn er nog niet echt eerder geweest. Dus we gaan even een rondje lopen, maar het ziet er wel heel erg groot en mooi uit eigenlijk, goed onderhouden. Je kan er ook op fietsen, dus het is inderdaad een heel groot gebied. Fietsen zelfs, oké. Ja. Nou, we gaan gewoon even een stukje lopen en kijken waar we terechtkomen. Ja. Nou, er is een informatiecentrum bij. In de folders halen, tarieven. Nou, we gaan niet alles filmen, maar wel een stukje. Hey, mee? Ja, ik denk dat je dat. We lopen nou een stukje over het veld. Maar... ze leggen her en der. Zoek een plaats. Kijk, hier ook. Hier ligt er een. Zoek een plaatsje. Ja. En voor je het weet loop je er overheen. Dat is wel bijzonder. Het is het heideveld, zeg maar. Je hebt het bos en... Veldlaan. Veldlaan. Het is natuurlijk geen leuk onderwerp om over te hebben, maar... Kijk, daar zijn ze aan het graven. Het heeft wel wat, vinden wij. Of we het doen, weet ik niet hoor. Geen idee, maar... En die meneer zei ook, die graven worden hier niet geruimd. Dus nee, je ligt hier voor eeuwig. Je ligt hier voor eeuwig op zo'n... Ja, vol is vol. Ja. Je wordt niet na 30 jaar geruimd, zeg maar. Nee. En als het vol is, dan wordt het overgedragen aan... Natuurmonumenten. Natuurmonumenten. Ja. Ja, die ligt hier pas, denk ik. Ja. Er zit geen steen bij. Nou, natuurmonumenten en dan zoeken ze een andere plek, hè? Ja, dan gingen ze weer verder zoeken, ja. Dit is iets van 5 bunder of zo, 5 hectare. Ze gaan er verder lopen. Nou, we zagen net al ontvangstruimte. Hier heb je dus ook eentje, dan kan je een dienst houden. Een stukje naar het bosgedeelte. Ja, Marie zegt net, het is best wel een beetje luguber ook af en toe. Wel mooi. Net ook een jonge dame of meisje die was ook al aan het bar aan het zoeken en zo. En aan het kijken en noteren. En ik denk, nou, mag toch hopen dat het niet voor dezelf is, zeg maar. Nee. Dat is dan wel... apart. Ja. Mixed emotions, zeg maar. Ja. Kijk, het is wel mooi als je het zelf kan uitkiezen voor jezelf, maar dat is natuurlijk ook vaak niet zo. Oké, die leg je helemaal in het bos. Ja, gewoon in het bos. Nou, dit wordt wel een beetje een apart stukje in de vlog zo. Ja. Dat hadden we eigenlijk niet bedacht.
zaten op Google Maps te kijken. Ik denk, nou, wat is hier allemaal een beetje in de buurt om te bekijken? Nou, zag je dit op korte afstand? Ja, dan moet ik toch even kijken. Het maakte wat nieuwsgierig. Barrel is niet helemaal de bedoeling hier, hè? We hebben de begraafplaats achter ons gelaten. En we gaan nu nog een klein stukje wandelen. En we gaan richting een historisch monument. Geen idee. Dus, staat iets in het Latijns of zo? We gaan even kijken wat het is. Kijk, wat zei jij? Ik zeg, het is heel lekker weer. Ja. Het is gewoon zacht. Ja, dat is ongekend. Vorige week was het nog, of deze week was het nog, tenminste bij ons, waterkou. Guur. En guur, ja, helemaal niks aan. Bah. Dus wij zijn wel heel erg blij met dit weer. Maar ja, goed, wie niet, zou je zeggen. Het voorjaar komt eraan, heerlijk. Eigenlijk lopen we nog steeds op het terrein van... die begraafplaats, denken wij. We liepen al net langs een hek. Een heel groot hek. Er is nergens een poort. Dus we zijn weer genoodzaakt om terug te lopen. Ja. Maar het is hier wel mooi. Ja, en hier recht van des niemand. Ja. We komen geen kip tegen. Nee, het is ontzettend rustig hier. Ja. Nou ja, prima toch. Heerlijk. We hebben even op onze beweging en we staan in de natuur, hè. Mm-hmm. Dus als je inderdaad, die meneer zei, als je een maandje verder bent, dan is het hier een heel ander gezicht. Dat geloof ik wel. Alles staat op uitspruiten. Nou, nu lopen we in het donkere bos van de Spar, hè. Ja. Er komt straks genoeg op, ja. Goedemorgen. Het is 7 uur. Het is al licht, hè? Dat is een heel verschil met 3 weken terug. Dat is lekker. Vogeltjes, die begonnen al urven, 3 al te fluiten. Nou, je hoorde weer ook wel een beetje s'nachts geen last van. Even kijken waar we uitkomen, geen idee. Nou, gisteren nog even buiten gezeten toen we terugkwamen van het wandelen. 5 kilometer gewandeld of zo, viel mee. Het is nu even droog. Er komen nog wel een paar kleine buitjes. Vannacht nog wel wat geregend hier. Niet veel hoor, stel er niet grappig. Maar het ging wel door. Nou ja, voor deze moeten we maar zien hoe het gaat vandaag. Het een zegt dat we... af en toe een bui krijgen, de andere is droog. We gaan het meemaken. Hè. We gaan gewoon fietsen. Een route uitgezet van 53 kilometer of zo. Hopen dat we weer mooie beelden gaan krijgen. Echt heel veel vogels hier. Mooi. Nou ja. We gaan nu gewoon bijten en dan stappen op de fiets, denk ik. Ik zie je straks op de fiets. Hoi! Thank you.
We zijn aan het fietsen richting... Ja, we gaan waar naartoe, maar een rondje. We zitten nu op Deelerwoud. In Deelerwoud zijn we vorig ook geweest. Vanuit de andere kant, zeg maar, Groenendaal heb ik toen gestaan. Oh, kijk, daar staan de meer. Daar. Ik kan het net zien. Het is een hele mooie omgeving hier. We halen de Waas overheen. Over het landschap? Ja, over. Ja. Ja. Ja, het zijn niet je ogen. Nee, ik zat te kijken. Nee, maar dat klopt. Een beetje blauwig is het. Laten we eens kijken of die andere kan pakken. Ja, die zie ik niet. Die staan net al over de heuvel, achter de heuvel. Ja, het is een beetje wazig. Het is wel lekker te grazen. Ja, oh, het wiebelt nogal. Nou, we zijn nu zo'n 50 kilometer of zo weg, onderweg. We zijn door Schaarsbergen gegaan. De andere plaatsjes, weet je, Oranje kazerne hebben we gezien, hè? Heel veel militaire terrein is hier. Ja. Dus het eerste stuk was allemaal langs de weg. Dat valt dan wel tegen. Nou, hier kan je dan even mooi door de natuur fietsen. Daar doe je het eigenlijk voor. Nou, je moet blijkbaar eerst eens even een stukje door de... langs de weg. We gaan weer door. Show me something I haven't seen before. 'Cause I'm tired of the same boats, the same shore. It's time, my friend, to leave this hell behind us. We got everything we need to make a change. I can't keep pretending I'm right where I wanna be. I'm hopelessly in need of better days.
Deze wonen midden in de natuur, deze mensen. Schattig huisje. Moet eens kijken wat een voortuin je hebt. Dat is fantastisch. Wat een uitzicht. Het is een Loenermarkt dit. Ja. Beetje een rommeltje. Aan deze kant. Is toch onbetaalbaar. We zitten een beetje op de scheidslijn van Roosendaalse veld. En Nationaal Park Veluwezoom. En het is hier fantastisch. En alhoewel de kleuren nog niet zo geweldig zijn. Het is hier heel mooi. Kijk. Dat is een aardig uitkijkpostje. En we treffen het met het weer hoor. Het is in het begin nog een beetje fris. Het zonnetje komt nu een beetje door. Nou, het zal graad 15 zijn denk ik of zo. Oh, een beetje last van de wind. Je zal het alweer horen denk ik op de... Kijk. Je mag erop. Tot de eerste. Oh, hij is hoog hoor. Heel veel mountainbikers hier. Dat stap ik ook wel weer wel. Prachtig hier. Het is klugje op, klugje af. Never a dull moment hier. We gaan even wat drinken.
Kijk, zo dicht is de grote weg. Zo dichtbij. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Het is zondag inmiddels. Gisteren hebben we de fietstocht, nou, laten we klaar. 2 uur afgerond of zo. 57 kilometer gefietst. En we hebben er eigenlijk lekker niks gedaan. En wat is het maar? Ja. Dat is het niet. Nu gaan we even wandelen nog. Kilometer of 7, 8 heb ik uitgezet, in ieder geval via Roetik. Even kijken wat we tegenkomen. Het is mooi weer. Geen zon, dat niet, maar de temperatuur is prima. Het is wel een bijzondere mooie omgeving hier hoor. Als je van het bos houdt, hè? Van het bos houden, ja. Ja. Nou, en hij, we hebben ook hij gezien. Ja, we hebben van alles gezien eigenlijk gisteren met die fietstocht. Ja. Die was zeer gevarieerd. Ja. Dat was weer een... leek het net of we aan het fietscrossen waren. Ja, dat was weer een bijzonder mooie fietstocht. Ja. Staat op Roetik, je kan hem vinden onder mijn naam, Remco. Fantastisch. Nou, gaan even kijken wat we tegenkomen. Hier, waar heb ik, die gaat nu met dat takje ervan. Een paddenpoeltje. Het is een paddenpoeltje, ja. Ja, daar ligt er eentje boven. Ja, ik zie het. Ja. Maar kijk, er begint nu reuring te komen. Ja. Dit heet de waterfles. Volgens Google. Nou, mooi poeltje. Enerzijds beschermd, aan de andere kant kunnen ook de andere dieren daar gebruik van maken. Nou, mooi toch? Oh, daar. Blijf na 500 meter de weg volgen. Sst! Oh ja, daar lopen beestjes. Op paarden, ja. Maar daar komen straks wel langs, denk ik nog. Gezellig al die vogeltjes. Ja. En het is hier ook rustig, hè? Er komen geen kip tegen. Ja, nou, ik zag wel wat lopen, hoor. Oh ja, wat hardlopen. Geen kippen, maar hardlopen ze. Ja. Maar niet op ons pad. Ja, ik zeg net dat we geen kip zien. Die moeten lekker naar Zweden gaan, die hondjes. Monument van een vliegtuigcrash. Slag om Arnhem. Het verhaal van Ede noemen ze dat, zoals je ziet. Nou, ik weet niet of het kan lezen. 2 overlevenden. Allemaal knapen van begin 20.
We liepen net aan de andere kant daar ergens, denk ik. We zagen ze al in de verte. We gaan weer richting camping. Koeien en paarden door elkaar. Geen hertjes. Is weer niet gelukt. Nou ja, een beetje mazzel. Het is goed zo. Zie je de hertjes zien we straks als we weer in de camping zitten? Nee. Onderweg. En is het de vorige keer het appelschaar vandaan? Ja. Zagen we onderweg ook hertjes lopen? Ja, dan heb je geen foto toestel. Goedemorgen. Nou, volgens mij hebben we dat al gezegd. Goedemiddag. Is het ook nog niet? Oh. Je bent lekker bezig. Ja. Hallo. We staan lekker midden in het bos. Helemaal we zijn alleen. Bijna aan het eind. Nog, ja. Nou, ik denk nog 500 meter of zo, dan zijn we er. Het klaphekje. We sluiten het, sluiten het weekend weer af. Ja. Geweldige mooie natuur hier. Echt fantastisch. Hé, maar? Ja. Veel gelopen. Te merken. Ja, echt fantastisch hier. Hoop vogels ook. Vogels en koeien en paarden. Ja, we hebben alles al gezien. Nou goed, dat hebben jullie al gezien op de video ook, denk ik. Alleen hertjes niet. Hertjes, ja, die willen niet. Maar voor deze is die prachtig, echt. Ja. Kijk, de weg, je hoorde misschien nu heel erg op de achtergrond, maar ik heb er niet veel last van. Nee. Het valt erg mee. Dus... Nou, we hadden troffen het met weer. Als je de weersberichten moet geloven, dan was het bewolkt. Ja, dus maar het zonnetje gewoon, schijnt gewoon. Het is gewoon warm. Het is gewoon warm. We zijn te warm gekleed. Kun je even kijken hoeveel we gelopen hebben? Ik ben wel benieuwd. Dat kan ik wel even doen. Dan moet je de 500 meter denk ik nog weer optellen. Dan zijn we thuis. Maar het is meer dan een route die ik heb aangegeven. Dat zegt mijn gevoel. Maar wacht even op de uitslag. We zitten nu op 9,44, dus we tikken bijna kilometer. De 10 aan. Ja, 500 bij 17. Ja. Nou, het is een prachtige wandeling, heerlijk. Ja. En dit was het dan voor deze keer. Ja. We zien jullie met de paas weer. Pasen. Dan gaan we een lang weekend weg. Ja. Nou, dat zien we dan alweer. Ja. Hopen dat het een beetje mooi weer is, voor iedereen. Ja. Nou, tot de volgende. Groetjes, hoi.